Minister Stanley Dagubashing van Financiën en Planning heeft gisteren flink uitgehaald naar functionarissen die een dubbel salaris hebben. Dit deed hij tijdens de behandeling van de wijziging van de BTW-wet, waar kritiek werd geleverd op de regering over armoedebestrijding en corruptie. Dagubashing legde uit dat de regering steeds bezig is geweest schulden te betalen die door de vorige regering waren gemaakt. Hij zei dat de DNA-leden bij zichzelf te raden moeten gaan als ze praten over armoedebestrijding. De bewindsman meent dat de gelden die gebruikt worden om dubbele salarissen te betalen anders gebruikt kunnen worden. Laten alle mensen die sympathie hebben voor het volk bij zichzelf op de eerste plaats beginnen te gaan of ze dubbele salarissen hebben en of ze recht hebben op die dubbele salarissen. Laten we beginnen in dit parlement en laten we beginnen in de regering om te kijken wie allemaal dubbele salaris. Al die mensen die pleiten voor arme mensen. Kijk naar jezelf en kijk naar je salarissen en kijk of je recht hebt op die 2 en op die 3 en op die 4 salarissen. Allemaal. Voorzitter. Voorzitter, want als we dat uitsparen, kunnen we een hoop maandverband leveren. Kunnen we alle vrouwen in dit land gratis maandverband geven. De bewindsman zegt dat dit, zoals hij gereageerd heeft, niet zijn stijl is. Zijn beleefdheid moet niet gezien worden als een vorm van zwakte. De bewindsman benadrukte dat hij meestal niet reageert op vragen die geen betrekking hebben op het onderwerp van de vergadering. Ook merkte hij op dat DNA-leden vaker vragen stellen die bij de begrotingsbehandeling reeds aan de orde zijn gekomen. Desondanks erkende de minister de armoedekwestie in het land. En het is niet zo dat wat de regering doet onsympathiek is naar het volk en dat de regering niet zou zien wat er gebeurt. En dat er geen meeleven is met wat er gebeurt. Voorzitter. Waarom moeten we, als wij in december deze BTW-wet niet gewijzigd hadden, hadden we deze debatronde niet. Want wat we aan het doen zijn, is de wet even terugbrengen naar wat die in augustus 2022 was. Waar we ons allemaal tegen verzetten vandaag, is wat we in augustus 2022 al hadden goedgekeurd. Al hadden goedgekeurd. En we hebben met z'n allen een vergissing begaan door hem iets te haastig te willen wijzigen. Dagubashing wijst erop dat in de nieuwe BTW-wet er maatregelen getroffen worden die in het voordeel zullen vallen van bepaalde sectoren, zoals de landbouwsector.